Dames en heren. Dames en heren, u bent vandaag aanwezig bij een jubileumeditie van deze lezing. De 35e. En we gaan vandaag iets bijzonders doen. Voor het eerst zal er na de hoofdlezing en het co-referaat nog een derde onderdeel zijn, waarover later meer. Ik verwelkom eerst onze hoofdgasten, David van Rijbroek, Marcia Luiten en Freek de Jonge. Binnen iets meer dan een etmaal na de aankondiging van deze line-up in de Volkskrant en het openstellen van de kaartverkoop waren alle 1200 beschikbare plaatsen weg. En niet veel later was ook de wachtlijst vol. U die hier zit, hebt blijkbaar bliksemsnel gereageerd. Of misschien was u wel zo verstandig zich als donateur te hebben aangemeld. Waarbij kaarten gegarandeerd zijn. In dat laatste geval bent u niet alleen, want 250 mensen zijn op hetzelfde idee gekomen. Voorts verwelkom ik de heer Hoornaert, zijn excellentie, de Belgische ambassadeur, die ons vandaag de eer van zijn aanwezigheid doet. Omdat vandaag ook aandacht besteed zal worden aan de naamgever van deze lezing, verheugt het ons dat de familie van professor Gerardus van der Leeuw in de vorm van een billijk aantal kleinkinderen vandaag in ons midden is. Verder verwelkomen wij de vertegenwoordigers van stad en provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool, UMCG, Volkskrant, Boekhandel van der Velde, Stichting Martinikerk, de donateurs van onze stichting, Studium Generale en het congresbureau van Jitte Jaarsma. Enkele punten van orde. De beeldregistratie van deze lezing en de teksten van de hoofdlezing en het co-referaat zullen uiterlijk maandag op de site van deleeuwlezing.nl verschijnen. En morgen publiceert de Volkskrant de lezingen van David en Marcia in verkorte vorm. Na afloop zullen alle drie sprekers achter in de kerk hun werk signeren bij de boekentafel van Van der Velde. In de pauze tussen lezing en co-referaat is er in het koor hier achter mij de gelegenheid iets te drinken. De koffie en de thee bieden wij u graag aan. Mag ik u tot slot verzoeken uw mobieltjes op stil te zetten? Dames en heren, David van Rijbroek werd al heel lang door ons begeerd en ook al jaren geleden door ons uitgenodigd. Ver voordat hij zomergast was, zelfs voordat hij Congo schreef, voordat hij die ontzagwekkende erelijst aan prijzen en bekroningen op zijn naam had gebracht. Het was immers 10 jaar geleden ook al duidelijk dat hier een schrijver en denker het woord had genomen die in een veelvoud van expressies, romans, non-fictie, toneel, poëzie, werkelijk iets te zeggen had en die we dolgraag hier op het podium wilden hebben. Dit jaar lukte het. Zijn bekendste boek is Congo uit 2010. Bijna 700 pagina's monumentale non-fictie. Maar zijn belangrijkste boek is dit. Het van de weeromstuit bijna nietig ogende Tegenverkiezingen uit 2013. Een traktaat over de essentie van een echte democratie. En dat dit het belangrijkste is wat hij heeft geschreven, dat zeg ik niet, dat vindt hij zelf. Ook dit boek heeft een indrukwekkende internationale receptie gehad, is in 20 talen vertaald, is door Coetzé geprezen als een overtuigende argumentatie voor een bestuursvorm die de deelname van burgers beter bedient dan de huidige. U zult er meer over horen in zijn Van der Leeuwlezing 2017, David van Rijbroek.
Dames en heren, het licht viel door de hoge ramen. De warmte deed de letters dansen. Mijn ogen voelden loom. Kom, ga maar even een kwartiertje googelen, zei ik tegen mezelf. Hoeveel weken zat ik hier nu al in de Staatsbibliotheek bij de Potsdamerplatz gebogen over vergeelde boeken over Indonesië. Ik stond op en liep naar de hoek met de pc's. 1930s and today, tikte ik in het zoekbalkje. Even kijken wat dat opleverde. En ja hoor, prompt vond ik een artikel uit The Guardian. Are we living through another 1930s? Het was gepubliceerd tussen Brexit en Trump. Twee klikken verder, nog een recenter stuk. Are the 2010s really like the 1930s? Dan zoeken in het Frans. Boektitels vinden met als titel La crise des années 30 est devant nous. En een paar jaar later, les années 30 sont de retour. Radio France Internationale had in april een uitzending met als titel Le parallèle entre les années 30 et aujourd'hui est-il pertinent? In het Spaans dan. Regresa el mundo a los años 30 con el triunfo de Trump. Dat was een groot stuk in El País. Of in het Duits. Donald Trump, is dat schon fascismus? Hoofdredactioneel commentaar in Der Spiegel. Krise herinnert aan die 30er jaren, wist de Zwitserse Tages-Anzeiger nog te melden. Ook de Süddeutsche Zeitung vond dat het succes van de AfD, Alternatieve für Deutschland, aan die 30er jaren herinnerde. Enzovoort, enzovoort. Overal gelijkaardige vergelijkingen. Enkel in Italië leverde mijn zoekopdracht Anni Trenta, oggi, artikelen op over de mode van de jaren 30 en nu. Of over hoe lastig het is om vandaag 30 jaar oud te zijn. Het kan ook aan mijn Italiaans gelegen hebben. Terwijl velen dachten dat het allemaal niet zo'n vaart liep, vonden anderen de gelijkenissen alarmerend. De opkomst van het populisme in Duitsland had volgens historicus Paul Nolte een überrumpelingsdynamiek die deed denken aan het einde van de Weimarrepubliek in de vroege jaren 30. Toen ging het ook snel. Ja, dacht ik, maar de opkomst van de piraten in Zweden, de vijfsterrenbeweging in Italië en Emmanuel Macron in Frankrijk, dat ging ook telkens erg snel. Politiek gaat nu eenmaal erg snel vandaag. Mijn jaar in Duitsland liep bijna op zijn einde. 12 maanden eerder, daags na mijn aankomst in Berlijn, was de AfD electoraal doorgebroken in Mecklenburg-Voorpommern. Dat was het begin van een hele reeks zeges die de rechtspopulistische partij bij de Bondsdagverkiezingen van afgelopen september tot derde formatie van het land zou maken. Op toiletdeuren in Frankfurt had ik stickers met heftige blokletters aangetroffen. Nie wieder fascismus. En Nazi-aufmarsch blokkieren. In Kreuzberg leerde ik dankzij boze zwarte graffiti een nieuw woord kennen. Antifas.
de beweging van militante antifascisten. Bij de boegmissen had ik Martin Schulz, toen nog voorzitter van het Europees Parlement, horen oproepen tot Ein Aufstand der Anständigen, een opstand van de fatsoenlijken, als dijk tegen het nieuwe onfatsoen. Wat was hier allemaal aan de hand? Dat Duitsland ultragevoelig reageert op de opmars van extreem rechts is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Maar dat ook elders die parallel met de jaren 30 zo graag werd gelegd, verbaasde mij steeds meer. Ik surfte nog wat verder weg van mijn Indonesië-boeken. Ja, het zijn woelige tijden, bedacht ik me. We zoeken houvast bij wat we kennen. Toen was er ook een bankencrisis, een zware recessie, hoge werkloosheid, immense ongelijkheid, nieuwe technologie. Toen viel ook een bestaande wereldorde uiteen. Toen zegevierde ook het protectionisme, het nationalisme en het populisme. En uiteindelijk het fascisme, besluiten we. Ik aarzelde. Het probleem met de jaren 30 is dat er telkens een wereldoorlog op moet volgen. Dat praat niet erg makkelijk. Elke analyse wordt dan meteen overschaduwd door de allesvernietigende gevolgen. De jaren 40 gonzen altijd mee als het over de jaren 30 gaat. En dat maakt elke vergelijking erg onheilszwanger. De Nederlandse historicus Frank van Vree heeft er jaren geleden terecht op gewezen dat het historisch bewustzijn in de westerse wereld vaak een woestenij is. Een lege vlakte, zonder veel referenties, waarin enkel de Tweede Wereldoorlog als eenzaam baken overeind staat. Het is lastig vergelijken als je maar één historisch tijdvak kent. Ik fietste naar huis door het magnifieke Tiergarten, somberder dan de zomeravond het toeliet. Populisme houdt mij al lang bezig. Toen ik in 1991 voor het eerst mocht stemmen, was dat meteen op Zwarte Zondag, de dag dat extreem rechts in Vlaanderen doorbrak. Heel mijn volwassen leven al probeer ik zicht te krijgen op dat fenomeen. Ik ken de momenten van woede, wanhoop, onbegrip en grote ongerustheid. Vandaag overheerst vooral dat laatste. We gaan er immers zo slecht mee om. Ofwel praten we dat populisme naar de mond, zoals wanneer centrumpartijen het gedachtegoed overnemen, ofwel snoeren we het de mond. Wie populisme in het licht van onze jaren 30 beziet, moet het wel bestrijden en verslaan. Anders komt er oorlog van. Maar is er geen nieuw perspectief mogelijk? Maken we misschien de verkeerde vergelijking? We zeggen wel dat we wereldburgers zijn, maar als puntje bij paaltje komt, vergelijken we de Europese geschiedenis nog altijd het liefst met de Europese geschiedenis. Ja, Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die hebben ook een eigen geschiedenis, maar dat is vooral een eigen geschiedenis, met een eigen dynamiek. Dat tendensen daar relevant kunnen zijn voor hier, lijkt nauwelijks door te dringen. Europa
blijft kennelijk zo uniek dat het enkel door Europa verklaard kan worden. Om te begrijpen wat er bijvoorbeeld in de Europese Unie gebeurt, kijkt men in de diepte, maar niet in de breedte. Ik stoor mij aan dat hardnekkige eurocentrisme. De afgelopen 12 jaar heb ik mij intensief beziggehouden met onderzoek naar decolonisatieprocessen in Nederlands-Indië en Belgisch-Congo. Indonesië riep in 1945 zijn onafhankelijkheid uit. Congo in 1960. Maar wat gebeurde er in de jaren daarvoor? Valt daar iets uit te leren? Kun je het groeiende anticolonialisme van toen vergelijken met het groeiende anti-Europeanisme van nu? Ik zet mijn fiets in de gang. Thuis op de werktafel liggen de stapels die ik mee naar Duitsland heb verhuisd. Standaardwerken over Nederlands-Indië, studies over het Indonesische nationalisme, antiquarische vondsten. Voor ik erin begin te bladeren, bedenk ik, de EU is toch nog altijd iets anders dan de kolonie. Die Unie ontstond van binnenuit, via de weg van de diplomatie, op eigen verzoek. De overzeese bezetting daarentegen vestigde zich ongevraagd, manu militari en van buitenaf. Ze was doordrongen van raciaal denken. En toch kwam ik de afgelopen jaren in al die laat-koloniale documenten dikwijls passages tegen die mij erg vertrouwd in de oren klonken. Ik probeer mij die periode voor de geest te halen. De tijd van de verovering, uitbuiting, zweepslagen en afgehakte handen is dan allang voorbij. Dwangarbeid op de plantages is vervangen door uitgekiende administraties die in metalen archiefkasten bijhouden hoeveel thee, tabak en kapok er wordt verbouwd. De welvaart is gestegen, ook voor de inlanders. Maar zelfbeschikking is nog steeds een verre droom. Kom, ik haal er de verdedigingsrede van Sukarno uit 1930 bij. De latere eerste president van Indonesië stond terecht voor een Nederlandse rechter en net voor zijn gevangenschap sprak hij, ik citeer, een beetje stiller dan hij het kon, elk onvrij volk, dus elk volk dat zijn huishouding niet zelf mag en kan inrichten, zoals zijn belang en zijn welzijn het voortschrijft, leeft in permanente onrust. Het Indonesische volk is een in ellende levend volk geworden. En deze ellende, deze tranen van het volk, en niet onze ophitsing, niet de ophitsing van opruiers, zijn de oorzaak van de volksbeweging. Einde citaat. Waar heb ik dit eerder gehoord? Het verlangen naar zeggenschap. Het groeiende maatschappelijke onbehagen over het uitblijven daarvan. Het niet willen zien van die tranen. Het gemakzuchtig demoniseren van hen die dat onbehagen benoemen en activeren. Ja, maar val ik mezelf in de rede. Je wil de vrijheidsstrijders van toen toch niet gaan vergelijken met de populistische leiders van nu? Nee, niet echt. Hun gedachtegoed was doorgaans beter doortimmerd. En hun stijl was lang niet zo bot.
Precies. Soms kan ik het goed met mezelf vinden. Maar vergeet niet dat ze toen net zozeer werden uitgekotst als die populisten vandaag. De elite vond hen net zo subversief, net zo verwerpelijk en net zo gevaarlijk als nu. Ken je dat citaat van Colijn? Nee, soms vergeet ik mezelf ook. Ik neem er de woorden van de voormalige minister van Koloniën bij. Volgens Colijn was het opkomende nationalisme in Nederlands-Indië, ik citeer opnieuw, futiel. Geenszins een echte volksbeweging. Veeleer een actie waar in werkelijkheid slechts een bovenlaagje der bevolking, dun als het zilvervliesje van de rijstkorrel, direct bij betrokken is. Einde citaat. Maatschappelijk onbehagen oplossen door er individueel onbehagen van te maken, het probleem herleiden tot enkele rotte appels die de boel verzieken, het is een bekend procedé. Maar ik grijp terug naar de formidabele brieven die Sutan Syahrir, de latere eerste minister van Indonesië, in ballingschap schreef. Hij was een van die rotte appels. De kolonisator had hem in 1934 voor onbeperkte tijd naar het interneringskamp van Boven Digul verbannen, diep in het oerwoud van Papua. Ik citeer Sutan Syahrir. Het lijkt het gouvernement zo'n gemakkelijke manier van regeren, al die lastige klantjes naar Digul sturen en de bevolking daardoor intimideren. Maar als ze een beetje meer verstand hadden, zouden ze begrijpen dat dat te eenvoudig en gemakkelijk is om juist en goed te zijn. Hoe langer hoe meer zal blijken dat het juist de regering is die hier een revolutionaire situatie schept met haar politiek agressieve wijze van werken, waardoor ze diepere lagen van de bevolking van politiek doordringt. Daar sta ik dan met mezelf in een woonkamer in Berlijn. Maar de Europese Unie stuurt toch niemand naar strafkampen in de Broesem? Werp ik mezelf voor de voeten. Populistische leiders in Europa hebben soms wel eens processen aan hun broek, maar die kun je toch niet vergelijken met de politieke sjouwprocessen van toen? Dat is waar. Je vergelijking gaat dus mank. Elke vergelijking gaat mank. De vraag is, gaat de mijne interessanter mank? Dan wat? Wel, dan die met het opkomende fascisme in de jaren 30 natuurlijk. De jaren 30 in Java lijken mij relevanter dan die jaren 30 waarin de bruinhemden door de straten van München, Hannover en Dresden marcheerden en het glas van duizenden winkels sneuvelde. Dus je vraagt je af of het populisme van onze tijd niet meer lijkt op het nationalisme in de kolonies dan op het fascisme in Europa. Ja, dat is het. En wat is het antwoord? Ik ben er nog niet uit. Opnieuw googlen in verschillende talen. Kolonialismus und populismus. Union européenne et anticolonialisme. Brexit and imperialism. Zien dat het dit keer niets oplevert. Zien dat tot op heden nog niemand die link heeft gelegd. Je afvragen of je er misschien helemaal naast zit, of dat je echt iets nieuws te pakken hebt. Terugkeren naar België.
na een jaar weer in je atelier in Brussel komen. De plek waar al je boeken over Congo staan. En dan ineens een quizvraag. Wie sprak volgende woorden? Boris Johnson of Yanis Varoufakis? Hier komt-ie. En al die maatregelen die ze ginder beramen in Brussel, erg ver van ons, zonder ons, voor ons, die moeten wij beschouwen als een van bovenaf opgelegde onrechtvaardigheid. We hebben die werkwijze altijd bestreden. Er spreekt geen vertrouwen uit, want ze is niet het resultaat van een eerlijke, open dialoog op voet van gelijkheid. Einde van de quizvraag. Antwoord: geen van beide. Hier is Joseph Kasavubu aan het woord in 1958. 2 jaar later werd hij de eerste president van Congo. Ik was vergeten dat het zo frappant was. En Kasavubu voegde eraan toe: wij aanvaarden geen halve maatregelen, want juist dat zorgt ervoor dat de verdere vertrouwenscrisis groeit waaraan het bestuur van Congo reeds vele jaren leidt. Verder bladeren, andere boeken, dit citaat terugvinden. De vooruitgang op economisch en sociaal vlak, ik citeer opnieuw, die vooruitgang die bij ons gerealiseerd werd, overtreft die van andere landen. Maar het is juist daar dat de schoen wringt. Want het bestuur heeft nagelaten tevens de politieke emancipatie te bevorderen. Wij betreuren de politiek die de Congolezen slechts druppelsgewijs rechten toekent, waarmee het gouvernement instemt, alsof het om een aalmoes ging en niet om legitieme rechten die de bevolking claimt. Ook dat, dames en heren, klinkt opvallend hedendaags. Toegenomen welvaart is geen vervangingsmiddel voor politieke inspraak. Waarom duurt het toch zo lang eer de overheid de bevolking betrekt bij het beleid? Nochtans, dit zijn opnieuw woorden uit 1958, ditmaal uitgesproken door Patrice Lumumba, de latere premier. Even de essays van Jeff van Bilze er weer bij halen. Hij was de man met de beste contacten onder de Congolese elite in de jaren 50. Hij wist wat er speelde. Zagen anderen een kalme bergtop? Hij voorzag reeds de vulkaanuitbarsting. Een langer citaat. De kapitale fout die wij gemaakt hebben, bestond erin te geloven dat het mogelijk was door sociale ontvoogding de politieke bewustwording te voorkomen of te omzeilen. Maar we zijn volkomen uit het oog verloren dat de sociale vooruitgang, de stijging van de salarissen en de koopkracht, een betere voeding, een passende huisvesting, een goed georganiseerd openbaar vervoer, ruim bevoorraden winkels en markten, het uitreiken van de kinderbijslag, het oprichten van de sociale zekerheid en een pensioenstelsel, het stichten van scholen en hospitalen, dat dit alles geen vervanging biedt voor een politieke en nationale bewustwording, maar juist in tegendeel. Dat dit alles, die bewustwording, juist voorbereidt en op onweerstaanbare wijze bevordert. Het tegemoetkomen,
aan de basisbehoeftes wekt juist hogere en meer geëvolueerde behoeften. Omdat de Congolezen mensen zijn, zal het verlangen om hun eigen lot in handen te nemen ook bij hen ontkiemen. Wat een inzicht. Uit het raam kijken, de daken van Brussel zien en beseffen dat hij gelijk heeft. Als ik iets geleerd heb van die meer dan 1000 interviews die ik afgelopen jaren afnam, dan wel dit. Of het nu ging om kindsoldaten in een dorp in Oost-Congo, bejaarde dames in een rusthuis in Jakarta, jonge ouders op een burgertop in Amersfoort, nabestaanden van zelfdoding in West-Vlaanderen, slachtoffers in Molenbeek, mogen meetellen. Dat is waar het om draait. Verlangen naar erkenning, naar bestaansrecht, naar zeggenschap. Misken dat en er komt heibel van. Wel nu, er kwam heibel van. In Nederlands-Indië, in Belgisch-Congo. En er komt heibel van, vandaag in de Europese Unie. Ga die parallel dan toch op, qua miskenning van dat verlangen, in elk geval wel. Een lijstje maken. Het kan nog van pas komen. Ik moet daar in november een lezing over geven in Groningen. 1. In een laat-koloniale samenleving leven mensen onder een administratie die in verregaande mate het publieke en private leven regelt. 2. Ondanks haar alomtegenwoordigheid is die administratie zelf behoorlijk onzichtbaar en ondoorgrondelijk. 3. De administratie kan haar gezag alleen laten gelden door samen te werken met bestaande lokale machthebbers. 4. Het zijn er 7. Geen schrik. Die samenwerking, punt 4, die samenwerking met lokale leiders zorgt voor onmiskenbare vooruitgang. Onderwijs, gezondheid, welvaart. 5. Inspraakmogelijkheden van de bevolking blijven zeer beperkt. Groeiende frustratie bij jongeren die hebben kunnen studeren. En later ook bij de volksmassa's die ze weten te mobiliseren. Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie. 6. Kolonisator gedwongen officiële inspraakorganen op te richten. De Volksraad in Indië, de Conseil Colonial in Congo. Erg veel hebben ze niet te zeggen. Labmiddelen. En dan tenslotte 7. Frustratie leidt tot verzet. De roep om zeggenschap doet steeds meer mensen over drastische scenario's dromen. De decolonisatie wordt onafwendbaar. En de Europese Unie dan? Wel, ook wij leven onder een alomtegenwoordige, maar onzichtbare administratie die ons bestaan tot in de details mee vormgeeft. Ook de EU werkt samen met plaatselijke machthebbers en slaagt er zo in het lot van velen te verbeteren. Ook wij hebben inmiddels een inspraakorgaan, het Europees Parlement. Dat heeft meer macht dan de koloniale adviesorganen van weleer, maar nog steeds veel minder dan de Europese Commissie en de Europese Raad. Het
democratisch deficit werd er niet mee weggewerkt. Voor velen blijft de Europese Unie daarom afstandelijk, elitair en ondoorgrondelijk. Resultaat, ook de EU ziet steeds meer mensen afhaken. De Brexit is inmiddels een feit en de diepe crisis van Europa is nog lang niet voorbij. Ook het Europese avontuur, net zoals het overzeese, kan wel eens heel snel voorbij zijn. Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie. Zo simpel is het, dames en heren. Wie mensen emancipeert, emancipeert ook echt mensen. Wie educatie, emancipatie en informatie democratiseert, moet vroeg of laat ook de democratie democratiseren. En dat hebben de kolonies veel te laat beseft. Beseft de EU het op tijd? Helaas niet. Naast het democratisch deficit is er zelfs een nieuw deficit bijgekomen, het bureaucratisch deficit. Europa heeft in de jaren 90 enkele serieuze fouten gemaakt die nu pas opspelen. Wat een idee om in 1992 voor een eenheidsmunt te kiezen, tegen het advies van diverse experten in, zonder eerst de noodzakelijke instellingen voor monetair, financieel en economisch beleid te ontwikkelen. En wat een idee om vanaf 1993 de binnengrenzen af te schaffen, zonder goed over de buitengrenzen te hebben nagedacht, met alle gevolgen van dien voor asiel en migratie. Die twee weeffouten zijn de laatste 10 jaar in volle hevigheid aan het daglicht gekomen. Een munt zonder beleid, een binnenmarkt zonder buitengrens. Geen inspraak hebben is al erg genoeg. Maar geen inspraak hebben en overgeleverd zijn aan een falende technocratie is helemaal funest voor het vertrouwen. En toen die systeemfouten eenmaal heftig aan de oppervlakte kwamen, de eurocrisis van 2010 tot 2012, de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016, toen was er geen tijd meer voor kalm overleg met de Europese bevolking. In zijn jongste boek, De Nieuwe Politiek van Europa, beschrijft Luc van Middelaar hoe de crisis van de voorbije 10 jaar de Europese Unie fundamenteel hervormd hebben. Ineens moesten er ingrijpende morele keuzes worden geïmproviseerd. Grenzen openstellen of niet. Griekenland ontzien of niet. Noodfonds oprichten of niet. En zo werd langzame regelgeving ineens snelle besluitvorming. De Unie is daardoor veel en veel politieker geworden dan ooit tevoren. De vraag is ze ook democratischer geworden? Allerminst. En dat is nu net de tragiek van de geschiedenis. Op het moment dat de EU volop had moeten inzetten op democratie, heeft ze onder druk van de omstandigheden moeten terugvallen op haar aloude technocratie. De euro, die moest in nachtelijke spoedvergaderingen gered worden. De plotselinge vluchtelingenstroom, die verdroeg geen bedachtzame discussie meer over het te wensen asielbeleid. Er moest snel worden gehandeld.
Het democratisch deficit werd daardoor niet kleiner, maar juist groter. En de burger zag het, onderging het en was machteloos, als een koloniale onderdaan. Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat-koloniale administratie. Wie dat eenmaal doorheeft, ziet het overal. Vinden we het raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat? Populisme kan je daarom ook zien als een poging om tegen de technocratische bovenlaag de Europese ruimte weer te politiseren. Het gaat om keuzes, zegt het, niet om wetmatigheden. Scheid toch uit met dat there is no alternative. Er is wel een alternatief voor austerity, zegt de linkse populist. Er is wel een alternatief voor het passief ondergaan van migratie, zegt de rechtse. Populisme kun je beter bezien in de context van laat-kolonialisme dan van vroeg fascisme. De financiële crisis, de vluchtelingencrisis, de terreuraanslagen, daar kan een beetje populist toch makkelijk een slaatje uitslaan. Zoveel mensen hebben nu al het gevoel in een tochtig huis te leven. Het dak van het land is eraf. De macht is verhuisd naar boven, naar de stratosfeer van de Europese Unie en de exosfeer van de internationale financiële markten. Thuis raken de buizen van de welvaartsstaat verroest. De warmte bereikt niet meer alle kamers. Het voelt steeds kouder. Het sanitair lekt. Migratie slaat de ramen in, nog meer mensen in de koudste kamer. Een stem uit de hemel roept dat dat een verrijking is. En of je ook gaten in de muren wilt slaan voor vlottere ruilhandel met de buren. Tocht, tocht, steeds meer tocht. En je mag er niets van zeggen. De conciërge op zolder, onze regeringsleider, hoort de wind boven hem meer dan het gemor onder hem. Aan de overkant van de straat zie je de buren in Bermuda en bikini in de woonkamer dansen. Panama staat er op het tuinhek. Meer welvaart dankzij de Europese Unie. Kwetsbare groepen in de samenleving zien vooral vandaag meer dreiging. En de populist, die hoeft nog maar te beweren namens het volk te spreken, tegen de elite bovenaan, tegen de migranten onderaan, en zijn broodje is gebakken. Gegarandeerd aandacht op tv, kliks op het internet, zetels in het parlement. Het volk wil spreken? Hij laat het volk spreken. Met gulle hand zelfs. Zolang het maar in de vorm van een referendum is. Dan kan hij de massa perfect bespelen. Gewoon wat tennis op tv schoppen. Zo gemakkelijk is het. Zo gemakkelijk is het. Het volk gelooft, referenda geven mij macht. Maar het beseft niet dat ze het zoveelste speeltje van politici zijn. De partijpolitiek wordt er juist sterker van, niet zwakker. Als de EU niet gauw drastisch democratiseert, kan het snel afgelopen zijn. En met democratiseren bedoel ik niet het gehoochel met spitsenkandidaten die commissievoorzitter kunnen worden na tv-debatten op Euronews,
Want dat leidt enkel tot meer mediatisering en personalisering in Europa. Precies die processen die van de nationale politiek zo'n hol spektakel hebben gemaakt. Maar wat als het volk nu eens echt zou mogen praten? In plaats van domweg een bolletje te kleuren naast een naam of een voorgekoude ja-nee-vraag? Wat als we nu eens niet terugdeinsden voor hoe het zich in de stembus gedraagt, maar investeerden in wat Kasavubu een eerlijke, open dialoog op voet van gelijkheid noemde? Wat als we voorbij de woede ook het engagement zagen? Het verlangen naar betrokkenheid, naar zeggenschap. Want zodra je beseft dat populisme meer draait om laatkolonialisme dan vroeg fascisme, leg je de boze burger niet het zwijgen op, maar laat je hem spreken. Misschien moet dat besef even inzinken, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Kom, ik reik meteen tot slot een remedie aan. Zo zou het eruit kunnen zien. Bij de Europese verkiezingen van 2019 stapt u het kieshokje niet binnen met één, maar met twee stembrieven. De eerste is het vertrouwde vel met de namen van de kandidaten. De tweede is iets nieuws. Een lijst van 25 stellingen over de toekomst van Europa. Daarop zou kunnen staan: de EU moet wagens met fossiele brandstoffen verbieden tegen 2040. Of de EU moet werken aan een Europees leger. Ik zeg maar iets. Bij elk van die stellingen mag u aangeven of u het er heel erg mee eens, gewoon mee eens, niet mee eens of helemaal niet mee eens bent. Geen mening hebben kan ook. Op het eind mag u 5 stellingen aanduiden die voor u het belangrijkste zijn. U kent dit ergens van. Wat was het ook weer? Verrek, ja, het kieskompas. Maar het kieskompas dient om te weten op wie u moet stemmen. Hier gaat het om uw ideeën zelf en die van uw buren, vrienden, landgenoten. In de aanloop naar de verkiezingen heeft u een brochure gekregen met de argumenten voor en tegen, zoals dat nu al in Zwitserland gebeurt bij een referendum. En 's avonds op televisie volgt u niet alleen wie gewonnen heeft, maar ook welke voorstellen het haalde. Die lijst van gedeelde prioriteiten biedt het raamwerk voor de Nederlandse Europapolitiek voor de komende 5 jaar. Maar wacht even. Wie moet die tweede stembrief dan opstellen? Dat is een heel politieke daad. Wat zet je erop? Hoe formuleer je de stellingen? Precies. Aan de politiek kun je zoiets niet overlaten. Die zijn betrokken partij. Hoe dan wel? Door loting. Breng een representatieve steekproef van enkele honderden Nederlanders bijeen, gewone burgers, mensen van alle rang en stand, geef hen verschillende maanden tijd om met elkaar te overleggen, geef hen een plek en gespreksleiders, dat zijn mensen die inhoudelijk neutraal zijn, maar ervoor zorgen dat iedereen aan bod komt, en die deelnemers zien elkaar dan om de 3 weken, ze kunnen naar hartelust experts uitnodigen. Ze krijgen massa's input van andere burgers. Ze hoeven het niet eens over alles eens te worden. Het enige wat ze moeten doen
is die lijst met 25 stellingen opstellen. Ik verzin niets. Deze innovatieve vorm van overlegdemocratie is de laatste jaren met veel succes in Ierland en Australië gebruikt om politiek delicate onderwerpen zoals het homohuwelijk, abortus of kernafval te bespreken. Telkens werden daar burgers uitgeloot om mee te komen beslissen over hete hangijzers die politici liever uit de weg gingen uit vrees voor de volgende stembusgang. En het gevolg was goed geïnformeerde besluiten die de lange termijn dienden. Als die methode in Ierland werkt om zelfs de grondwet te veranderen, dan moet het ook in Nederland werken om een enquêteformulier op te stellen. Dit is een haalbare kaart om de Europese democratie inhoudelijker te maken. Dit voorstel combineert de drie vormen van burgerinspraak die we nu kennen: verkiezingen, referenda en loting. Het goede van verkiezingen is dat er wat te kiezen valt. Het nadeel is dat het om de poppetjes gaat. Het goede van referenda is dat ze inhoudelijk zijn. Het nadeel is dat het maar een ja-nee-vraag betreft. Het goede van loting is geïnformeerde besluitvorming. Het nadeel is dat slechts een klein deel van de bevolking erbij betrokken wordt. Deze formule, die ik nu voorstel, houdt het beste van elk over. Iedere stemgerechtigde burger mag zich nu inhoudelijk uitspreken over een heel palet aan beleidskeuzes. Idealiter zou het zelfs tot heel Europa uitgebreid kunnen worden. Burgers uit de hele Unie kunnen uitgeloot worden. Of eerst nationale beraadslagingen organiseren, gevolgd door een Europese beraadslaging. Ook daar bestaan al praktijkvoorbeelden van. Maar nog nooit kreeg de burger zo'n tweede stemformulier voorgelegd. Het zou nochtans de mondigheid verschaffen die de kolonies hun onderdanen steeds ontzegd hebben. Voor het eerst zou Europa om uw mening vragen, niet slechts om uw stem. Voor het eerst zou er een referendum zijn dat een samenleving samenbrengt in plaats van verdeelt. Dames en heren, in 1924 keek H.J. van Mook, de man die als laatste landvoogd van Nederlands-Indië de geschiedenis in zou gaan, naar het opkomende nationalisme in Java. En net zoals Jeff van Bilze 30 jaar later in Congo, had hij begrip voor de psychologie, voor het verlangen naar mogen meetellen. Ook hij begreep dat de situatie alle kanten op kon. En ik citeer zijn prachtige woorden. 1924. In rustige tijden ligt het uiterlijk stil als een meer, besloten achter een brede dam. Doch wee hun die de dam doen breken en de vloeden ontketenen, die vernielen wat in hun weg zich bevindt. Heil daarentegen dien leiders der mensheid die het water weten te voeren waar het vruchtbaarheid brengt, die het in beheerste golving weten te brengen op het naar lessing dorstende land.
Prachtige woorden. Maar we weten wat er gebeurde. Van Mook vond in Nederland geen gehoor voor zijn begrip van de inlandse ontwikkelingen. Van Bilze kreeg in België de wind van voren. De rest is geschiedenis. Leiders der mensheid die het water weten te voeren. Het is nacht boven Brussel als ik deze woorden tik. Ik heb er geen idee van hoe ze straks in die kerk in Groningen zullen vallen. Maar ik moet ze herhalen. Ik kan niet anders. Ik dank u. Dames en heren, wat heerlijk om een tekst te horen met zulke krachtige ideeën en een navenante literaire expressie. En een retorisch, ook fantastische tekst. Het maakt ons alleen maar nieuwsgieriger naar wat Marcia zometeen zal vertellen. Maar we hebben eerst pauze. Tot zometeen.